Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 16 februari 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Voor wat de data betreft hebben we vandaag alleen een slow scan TV plaatje in BW12. Ham-dmr.nl maakt reclame voor de Delftse DMR-ronde iedere zondag om 12 uur op Brandmeister Talk groep 2041, als ik het goed zeg. De ronde bestaat sinds december 2014. Ik heb zelf in de tijd dat er een link was met Diestra wel eens meegedaan. En hij wordt geleid door PI1DFT repeaterbeheerder PD0DFT. Iedere zondag om 12 uur dus op Brandmeister Talk groep 2041. Het nieuwe verslag voor januari van het IARU Monitoring System is onlangs weer verschenen. De IARU MS is wat vroeger de Intruder Watch heette. Allereerst was er in januari een weerfax te ontvangen op 7101.9. Het was duidelijk geen amateurstation. Er werden kaarten uitgezonden van het weer op de Noord-Atlantische Oceaan. Het signaal kwam vanuit het Verenigd Koninkrijk. Na informeren van de Bundesnetzagentur in Duitsland zorgde die ervoor dat het station de stekker eruit trok. Dat gebeurde op 18 januari. Het Chinese over de horizonradar was er ook weer, onder andere 160 kHz breed in onze 15 meter band, vooral hoorbaar in de IARU regio 3 en in Europa. Andere over de horizon radarsignalen werden vanuit bijvoorbeeld Duitsland gehoord. 17 verschillende radarsystemen in januari alleen al op 40 meter, 22 stuks op 20 meter, 44 op 17 meter, 75 op 15 meter en 7 stuks in de 10 meter band. Ik pik de meest in het oog springende en natuurlijk uit. Er werden in januari weer vele honderden intruders gesignaleerd. Ook in Nederland, bijvoorbeeld een baken dat daar niet thuis hoorde in Kaliningrad, het vroegere Pruisische Koningsberg, op 3593,8. En verder ontbraken in de 10 meter band ook de Russische taxis en de Braziliaanse truckers niet. Die waren er zo goed als dagelijks. Wayne Rash, November 4 Hotel Charlie Romeo, legt in een artikel op Yahoo Tech de link tussen de zogenaamde Modern Makers Movement en de toename van het aantal zendamateurs dat met name in de VS enorm groeit. Ook in veel andere landen is geen sprake van een veronderstelde flinke terugloop. En ook in landen als Duitsland, waar het amateurisme daadwerkelijk de afgelopen jaren daalde, zie je dat er aan die daling een einde lijkt te komen. We berichten daar de afgelopen dagen al over. Modern Maker is een subcultuur die zowel steunt op de do-it-zelfers die met zeg maar hamer en spijkers werken en de mensen zoals je die in hackerskringen aantreft. Een aantal ontwikkelingen van de laatste tijd, zoals elektronica, robotica, CNC-gereedschap en met name 3D-printers, hebben de fusie tussen deze twee groepen geweldig gestimuleerd. Zodoende is dus de nieuwe groep van een fusie tussen traditionele en innovatieve middelen genaamd Modern Makers ontstaan. Wayne Rash beschrijft de terugloop van de amateurhobby in de jaren 80. Rash zegt de zendamateurs waren de eerste makers. Net als de makers van vandaag die elektronische gadgets maakten voor zichzelf. Rash ziet de 35.000 amateurs die er in de VS vorig jaar bijkwamen als het verlengde van dit soort ontwikkelingen. Sommige hams, zo schrijft hij, zijn nog steeds in de hobby geïnteresseerd om dezelfde redenen als vroeger. Verbindingen maken op de korte golf. Maar veel mensen beginnen ook met de zendhobby om met draadloze techniek te experimenteren en dat te integreren in de gizmos en gadgets waar ze sowieso al mee aan het knutselen zijn. Met amateurapparatuur mag je nu eenmaal veel hogere zendvermogens gebruiken dan met licentievrije apparatuur mag. En ook mogen amateurs bestaande internetrouters aanpassen en die voor hun eigen desnoods hoogvermogensdoeleinden inzetten. Dat moet zeker voor de mensen die vanuit de hackershoek in dit soort zaken geïnteresseerd zijn een aantrekkelijke gedachte zijn. Rash kon wel eens gelijk hebben. Niet voor niets hebben zendamateurs zo'n bovenmatige interesse voor zaken als de Arduino en de Raspberry Pi. Wat Wayne Rash in zijn artikel een klein beetje onderbelicht laat, is de zij-instroom vanuit de hackerswereld naar de amateurwereld. Een amateurwereld die overwegend uit grijzende vijftigers en ouder bestaat, terwijl de hackerswereld veelal bevolkt wordt door tieners, twintigers en dertigers. De groep die wij in de zendhobby eigenlijk zo graag willen aanspreken. Een link naar het artikel van Wayne Rash op Yahoo Tech is zo dadelijk te vinden op p0ete.nl. Volgen nu de morsewoorden en het SSTV-beeld. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS. En 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.